De raadsbrief Jongerenperspectief Fonds Arnhem werd woensdagavond in de raad behandeld na agendering door de fracties van D66 en SP. De indieners wilden met wethouder van schuldhulpverlening Martien Lauwers en de raadskamer spreken over de geboekte voortgang, de bereikte resultaten en de gekozen insteek voor de uitvoering van het fonds. De afgelopen weken en maanden heb ik meerdere jongeren gesproken die met deze problematiek in aanraking komen. En het is heel moeilijk om het vertrouwen te winnen en om ook met ze het gesprek aan te gaan van hoe ze nu verder moeten. Nou, we hebben 1,5 jaar geleden met de Raad heel veel geld, echt miljoenen vrijgemaakt om jongeren in schulden weer perspectief te geven. Dat betekent dat je gewoon ze weer kans op een toekomst geeft. Zodat ze in ruil voor een aflossingsvoorstel weer aan het werk gaan of naar school gaan. En als je nu ziet, 1,5 jaar later, dat er slechts 4 jongeren geholpen zijn met het geld wat op de plank ligt, dan vind ik dat behoorlijk teleurstellend. We zijn in februari vorig jaar begonnen met een pilot. Dat had de Raad ons ook gevraagd. En dan werkende weg zijn we gaan kijken hoe het fonds het beste ingericht zou worden. Dat hebben we de Raad voorgesteld. En dat stond vanavond ter discussie. Voorzitter, het moet mij van het hart als vertegenwoordiger van de Arnhemse Oudere Partij dat ik hier constateer een wethouder met weinig initiatief op dit onderdeel. En daarom is mijn vraag of de wethouder vanavond deze raadscommissie wil toezeggen, deze raadskamer wil toezeggen, dat zij de komende weken, even wat ruimte geven, in gesprek gaat met UWV, met het CIEB, met de Belastingdienst. Ik wil alleen maar een ja horen. En anders denk ik dat we uiteindelijk hier met een motie moeten komen. Want dit is gewoon heel erg raar als je doet alsof je de wethouder voor sociale zaken bent en je verschuilt je achter regels die anderen stellen, terwijl je wel zelf het gezag zou moeten kunnen aanmeten om met die andere partijen in gesprek te komen. Is de wethouder bereid om haar nek uit te steken of moet ze eerst toestemming krijgen van haar ambtenaren? Ik ben echt heel boos. We hebben op basis van casuïstiek, zoals de Raad ons heeft gevraagd, het fonds vormgegeven. En nu is het vormgegeven, dat hebben we in een raadsbrief met u gecommuniceerd. En dat is wat u nu geagendeerd heeft. Maar we hebben alle stappen gezet die we met de Raad hebben gecommuniceerd. En daarin zijn we tot waar we vandaag zijn. Ik zou andere bewoordingen kiezen dan de heer Wiggers, maar ik ondersteun wel zijn oproep om gewoon meer te laten zien en meer te doen voor deze jongeren. Ik heb er te veel gesproken, ik heb te veel schrijnende verhalen gehoord en ik vind de inspanning vanuit het college echt veel te laag. En u zegt, ik heb al mijn partners geïnformeerd. Nou wil ik aan u vragen, op welke wijze heeft u het Rijn-IJssel-college geïnformeerd? En op welke wijze heeft u gevraagd aan het Rijn-IJssel-college om met u mee te denken? Of is het gewoon geweest, want ik zal het antwoord ook vastgeven hoor, we geven een presentatie, dit is het en zo gaan we het doen. Wij hebben een presentatie gegeven aan het team studentenzaken over het Jongerenperspectieffonds om ze met het fonds bekend te maken. Heeft de wethouder ook gevraagd van, goh, u werkt al met Geldwijzer, u heeft al 18 loketten. Is het misschien een manier, in plaats dat we het zelf allemaal bedenken, dat we aansluiting bij u zoeken? U heeft heel veel jongeren, wij kunnen ze heel moeilijk vinden, want we helpen er pas 4. En onze ambitie is op dit moment 23 en wij willen veel meer jongeren helpen. Komt u maar door met al die jongeren. Heeft u die vraag gesteld of heeft u gedacht, ach, we hebben een presentatie gehouden en kom maar naar ons toe.